Ja, daar zijn we weer. Dag lieve kijkers en luisteraars van de Eerste de Beste, de podcast over de Keukenkampioenenvisie. Daar zijn we weer. Vorige week helaas niet, omdat toch wat medische probleempjes ver. Nou, inderdaad. Dus we zullen bij jou even aftrappen. Hoe gaat het met je? Hoe is het? Ja, ik zit er weer. Ja, nierstenen is een bekend probleem bij mij. Die situatie bij NAC altijd, dat ligt als een steen op mijn maag. Dus, dat komt ieder jaar of iedere 2-3 jaar komt dat terug. En dat is even ellendig. Dat is toch onwijs pijnlijk? Ja, dat is heel pijnlijk. Maar ik weet nu wel hoe het voelt en wanneer het begint. Dus dan ben ik er op tijd wel bij met pijnstillers en zo. Dus veel op bed gelegen. Oké, en nu? Gaat het goed? Ben je nu ligt alles weer stil, dus nu ben ik fit. Ik zit weer aan het bier, dus... Kijk, dan gaat het goed. Goed begin in ieder geval. Joop, met jou? Jij had vorige week niks. Nee, ik heb een werkweekje eigenlijk gehad. Ik heb heel veel gewerkt. En ik ben dit weekend ben ik best wel druk geweest, man. Ik ben net zoals eigenlijk het hele land. We zijn er allemaal mee bezig. Bakayoko, Jong PSV, die heeft weer 4 maal. Wat een geweldige speler is dat, hè? Het hele land is er mee bezig. Ja, we hebben het allemaal over. Ja, die jongen speelt volgend jaar gewoon in PSV 1, hoor. Denk je? Geweldig naam. Mooiste, ik weet niet wie van jullie voetbalmanager fans zijn en of dat gespeeld hebben. Ja? Johan Bakayoko is echt zo'n naam. We hebben een aantal jaar geleden bij Helmond Sport Daan Ibrahim gehad. Echt zo'n verzonnen naam. Het is zo'n verzonnen naam. Alsof je een random voornaam pakt en een random achternaam. En dan Johan Bakayoko komt er dan uit. Het wordt met de week meer genieten van die gozer. Hè? Maar ballen. Ja, toch? Ja, dat vind ik wel. Ja, en ik kan dat niet, hè? Wat? Een jeugdhelft, of een jonghelft al. Dus een van die lul die had er nooit mogen staan op dat veld. Ja, maar die jongen kan echt goed voetballen. Ja, die scoort een paar mooie assists. Hij is sterk, hij is snel. Ik loop wel echt van die gozer te genieten. Maar even serieus, waar is het hele land mee bezig? Draaivloed. Onder andere. Ja, ik heb zelfs iemand een kolompie eraan zien wijden. We gaan hem niet helemaal oplezen ver. Heb jij er nog gedachten bij? Ja, heb ik opgeschreven, maar ik denk dat het wel een breed gedragen gedachte is. Ja. Het is gewoon een hele moeilijke situatie, maar Heracles heeft wel een grote fout gemaakt. Zeker. Ja, voor mij is het eigenlijk helemaal niet zo'n hele moeilijke situatie, hoor. Rijvloed heeft in beschonken toestand heeft een ongeluk veroorzaakt, is een kind overleden. Ik vind het, ik wil niet al te populistisch gaan klinken, maar ik vind het oprecht raar dat hij niet vastzit nu. Weet je, en dat je dan in dit land gewoon nog vrij loopt. Gewoon rond kan lopen. Er is al een kind overleden. En hij is dronken geweest. Hij heeft ervoor gekozen om in een auto te stappen. En dan is dit gebeurd. Ja, wat mij betreft zit je dan echt eventjes gewoon een tijd vast in dit land. En ze zeggen van, hij zit nu in afwachting van... Maar dan, kijk, dan snap ik ergens ook nog wel dat ze bij Heracles zeggen van, nou, laat in plaats van thuis zitten, kom lekker zitten en kom lekker meetrainen. Ja. En we kijken in de winter of dat we misschien nog een transfer naar Qatar of zo. Hè? Dat die, kijk, dat gaat gebeuren natuurlijk. En, dat moet wel. Ja. Dat moet wel. Maar er is wel echt een gezin kapot natuurlijk. Ja. Nou, en dan vind ik, moet je kijken wat dat doet. En dan denkt de trainer van Heracles van, ja, maar wacht even. Want we kunnen ook winnen hier in Nijmegen. Nou ja, dat staat totaal niet in proporties. En dan denk ik, ik zet alles overboord. Ik vraag overboord, me allemaal dus echt af. Stel nou dat hij gescoord had. Ja, wat dan? Elke juich is te veel. Ik wil net zeggen, er komen er toch spelers op je af. Hè, om je te feliciteren. Zo gaat dat. Hm. Ja, verschrikkelijk. Ja, ik ben daar... Laten we doorgaan naar iets anders. The Voice. Ja, het is ellende. Van de ene rel naar de andere. Ja, The Voice. We kunnen niet meer naar The Voice kijken. Ja, het is één grote vieze smerige bende is het daar geweest. Daar heeft de sfeer gehangen. Met allemaal mannen met macht. Een Ali B, een Marco Borsato, Jeroen Riethoven. Dat was de man van Linda de Mol. Rietveld. Rietbergen. Rietbergen, ik moet je heel eerlijk zeggen, ik kon hem niet. Het is gewoon Jeroen B, hè? Jeroen B. Echt. Oh, maar ja. Ik heb het al verkeerd. Die hebben seks gehad met meiden. Die waren onzeker. Die hoopten carrière te maken. En die mannen hebben daar gebruik van gemaakt. Ja. Zo gaat dat blijkbaar daar zo. In de warme The Voice family. De John de Mol family. Het kan allemaal daar zo. Je hebt ook bij Talpa gewerkt, hoor. Ja. Ik heb, Ben je daarna zo zenuwachtig geworden? Toen daar wat dingen zijn gebeurd? Nee, helemaal niet. En ik heb niet bij Talpa zelf gewerkt. Maar bij een project daarvan. Ik heb dat soort dingen niet
Niet gezien, gelukkig. Maar nee, ja, er heerst wel een bijzonder sfeertje. Een bijzonder angstcultuurtje daar ook, hoor. Hoe blij je moet zijn dat je voor hem mag werken en dat soort dingen. Ja, dat lijkt me ook niet helemaal gezond. Als je bang bent als je werkgever binnenkomt lopen. Nee. Maar goed. Donderdag gaan we allemaal kijken. Boos, ja. Van Tim Hofman. Ja, dat moet nou wel echt... Ik denk dat hij echt met vuur gaat komen. Ja, dat moet ook wel. En het is ook zo van... Iedereen weet nu al achter de schermen van alles wat er in dat programma voorkomt, dat klopt. Ja. Dus er is geen ruimte meer voor speculeren. En het is misschien nog erger. Ja, weet je wat ik wel echt een beetje kut vind? Kijk, ik doe er zelf even hard aan mee, want ik loop ook wel stiekem een beetje van te smullen. Maar we lopen wel te smullen van ellende van een aantal jonge vrouwen. Ja. En dat is wel een beetje, vind ik ook wel kut hoor, eigenlijk. Ja, dat is het ook. Maar ja, weet je waarom we ervan lopen te smullen? Omdat het allemaal ook gewoon engnekkers zijn. Die zichzelf geweldig vinden. En ze denken met alles weg te komen. Ja, die worden nu al aangepakt door ons eigen Tim Hofman met zijn team. En wat ook nog eens zo is. Mensen zitten ook een beetje te smakken naar ander nieuws. Weet je, ik heb al 3 dagen niks over corona gehoord. Om heel eerlijk te zijn. Snap je? Dus mensen smullen er ook van. En hier zijn we iets gezin erover. Hè? Ja. Want nu vindt iedereen dat die mannen moeten hangen. Dus er is weinig discussie. Absoluut. En hoe heet Jeroen Rietveld was het? Jeroen Rietberg. We hebben Wouter bij vandaag en die heeft zijn input al gedaan. Ja, dankjewel Wouter. Heel goed. Hey, ellende. Laten we doorgaan. Wat ook ellende was, 2x0-0. Excelsior de Graafschap. Ja, was ook ellende. Waar was Dallinga? Ja. Mijn vriend scoorde niet. Nee. Teleurgesteld? Een beetje wel eigenlijk. Ja? Ja, want ik verwacht wel dat Dallinga die moet de 40 doelpunten aan gaan tikken. Nee, nooit. Nou, hier Ferry is heel pessimistisch. Ik heb het gezegd, en na de winterstop stort het in. En ik had ook nog een medestander. Een medium Petra. Medium Petra. Die zei ook van, het wordt er niet meer. Ja, ik vond het een beetje een saai voetbalweekend ook eigenlijk. Maar heb je het wel gezien, Ted van de Pavert op de paal? Heb je het niet gezien? Ja, die heb ik toevallig gezien, maar ik heb de samenvattingjes gekeken, mensen. Ik heb ADO wel gekeken natuurlijk. Vond ik eerlijk gezegd ook een saaie wedstrijd. Prachtig doelpunt van Klas. Die schoot hem even binnen van een metertje of 30. Klas. Keihard de kruising in. Ja, klasse goal. Dus dat, maar dat was ook een saaie wedstrijd. Ik moet wel zeggen, Dordrecht. Ja, Dordrecht is los. Nieuw shirt, fris shirt, ziet er goed uit. En ze zijn helemaal los, die gasten. Ja, dat 3 gespeeld 7 punten. Ken slechter. Ja, en we zitten in een nieuwe periode, toch? Ja, ze staan ook gedeelte bovenaan. Dus, ja, maar die gaan ze niet pakken natuurlijk. Dat... Maar ik vind het wel onwijs leuk voor die gasten. Ze hebben een paar leuke supporters, vaste luisteraars ook. Zeker dus die jongens gun ik het ook. Ja, ja. Nee, die gaan weer de goede kant op. Ja, leuk, maar dan komt het een beetje lekker gevoel. Ze staan nou volgens mij gedeelde laatste samen met Almere. Ja, Almere gaat niet zo heel lekker. Ik zal even kijken. Nee, dat heb jij mooi gezegd. Die gaat niet zo heel lekker. Dordrecht staat nog laatste. Ja, ze staan gedeeld laatste, toch? Doelsaldo is Maar laten we hopen dat die de weg omhoog gevonden hebben. Dus je hoopt dat Almere laatste wordt, hoop jij? Nou ja, ik hoop helemaal niks. Er moet iemand laatste worden. Nou, jouw vriend Verbeek, die heb je al weggewerkt. Nou, ga je nou aan Pastoor? Daar wil ik heen. Hoe denk jij over Pastoor? Nee, maar ja, ik kom ook langzaamaan tot de conclusie dat het misschien toch niet... Ik heb het nooit gezegd, maar toch niet echt Verbeek zijn schuld was. Als je die eerste goal kijkt, binnen 2 minuten. Die gewoon, ja maar luister, dan ga je nooit meer een wedstrijd winnen. Hoe makkelijk die mannetje laten lopen en dat soort dingen. Ja, dat is een toestand. Ja, Almere die heeft ook maar 2 spelers die een beetje opvallen. Hè? Die hebben toevallig dan weer alle 2 een beetje een ADO verleden. Dat is die Arweiler, die schiet af. En Duivenstein. En Duivensteintje. Maar want Almere dacht zelf... Ja, wij gaan de top bestomen. Wij gaan top 3 spelen. Ja. Hebben die zich dan zo vergist in hun eigen materiaal? Of, Nou ja, er is natuurlijk wel wat weg. Ook qua persoonlijkheid. Weet je, Verheidje mis je toch ook wel gewoon. Ja, Verheid is voor de KKD gewoon een geweldige spits. Ja, maar goed, Kolwijk, maar zij hebben wel gedacht... Ja, van, met deze selectie die is goed genoeg om top 3 te spelen. Absoluut, maar je snapt het sowieso niet, want die Wout... Hij is nu toevallig, daar komen we later... Die Wout? Ja, hij is nu getransfereerd. Die Nieuw-Zeelandse keeper. Aardig seizoen. Maar die was nou in het begin. Ja, die Etemadi, het spijt me. Hele aardige gozer. Maar hij zullen balletjes korte hoek binnengaan.
hè, naast je voet. Ja, dan is niet best. Dat is niet best. Dat is wel een typische Gert-Jan van Beek speler, toch? Die Wout. Ja, Wout van Bossen. Yeah. Hey, maar NAC Volendam, ook 0-0. Ook 0-0. Ik heb daar wel eens genoten. Saai weekend. Van okay. De nieuwste aanwinst. Bannis. Van Bannis. Ja, tenminste. Ja. Hij heeft het natuurlijk niet afgemaakt, maar kwam wel een paar keer behoorlijk in de buurt. Je ziet, het spel van NAC was best goed. Want NAC had echt wel kunnen winnen, 2-3-0. Mm-hmm. Maar het was veel meer naar voren gericht. Normaal is dat het vorige week tegen FC Eindhoven was het ook 0-0. Dan zit je de hele wedstrijd te kijken naar hoe de twee centrale verdedigers de bal naar elkaar overschieten. Ja. En nu was iedere bal naar voren en Bannis liep ook veel in de diepte en aansluiting. Dus het zag er wel goed uit. Moet ik zeggen, dan misten we nog Seuntjes en een paar andere gasten met corona. Dus als dit de tendens wordt voor na de winterstop bij NAC, dan denk ik dat we die play-offs winnend afsluiten zelfs. Ja. Ja? Ja, dat denk ik wel. Hey, maar jij lag lekker op het bankje te kijken met nierstenen erbij, biertje. Nee, geen biertje. Nog even één keer over die nierstenen. Dat zijn echt stenen. Dat is echt een soort van grind, toch? Dat is een echt, Maar dat moet je... Maar die moeten echt via die buis naar buiten. Ja, maar dan moet je niet overdrijven, want ik heb al een paar keer... Dan, zijn kleine balletjes. Ja, en dan lig je echt kapot te gaan. Oei. Ook het ziekenhuis echt kapot en morfine en dan lig je nog half op de grond. En dan ga je onder narcose en dan word je geopereerd en dan zeggen ze... Nou meneer, we hebben hem naast u weggezet. Ja, en dan zit dat in zo'n kokertje en dan moet je echt kijken van... De kleine gindingetjes. Wat hebben ze nou gedaan? En daar heb ik dan al die ellende mee gehad. Ja, maar jongen. Het is wel... Gedoe. Ja, gedoe. Ik ben nog wat te melden over die wedstrijd, Joop. Nee, heb ik echt niks over te melden. Nee? Voor de zoon van Dejan Stankovic? Keeper. Ja, die keept daar. Nou, ze schoot wel alles recht op hem af, hoor. Maar hij deed zijn werk. Dus, dat is belangrijk. Daar is hij voor, hè? Hey, maar even wat anders over NAC. Daar spelen natuurlijk wel wat andere dingen. Ten eerste, ik noem even Karel Vrolijk. Karel Vrolijk, daar hè? Word je vrolijk van. Word ik wel vrolijk van, ja, zeker. Vertel, want dat... Maar het is wel op zijn nak zo, want dit begint ook alweer een soap te worden. Oh. Want er waren nog twee partijen, Amerikaanse partijen en Karel Vrolijk. Eerst was die Amerikaanse partij en dat liep allemaal niet vlot. En die wilde niet in één keer geld overmaken in de termijnen. Mm-hmm. En toen heeft die Karel Vrolijk gedacht, van, nou dan bel ik zelf wel even. Die zegt, nou ik ben ook nog steeds geïnteresseerd. Dus toen zijn ze met Karel Vrolijk verder gaan. En afgelopen vrijdag zou er een persbericht komen. Over de overname van Karel Vrolijk. Maar er gebeurde helemaal niks vrijdag. En zaterdag niet. En zondag niet. En gisteren ook niet. En vandaag ook nog niet. Dus er zal misschien ergens weer een kinkje in de kabel zitten. Ze zeggen dat het rond is, maar er is niks getekend. Maar het belooft wel veel. Ja, want wat was zijn... Hij was ook een rugsponsor, toch? Ja, sinds dit jaar. Hij heeft een bouwbedrijf en dat is nu echt... dat is de laatste 3 jaar echt helemaal uit zijn voegen gegroeid. Echt 3 jaar lang echt miljoenen winsten. En hij is gewoon een echte NAC-supporter. En hij heeft wel een vrouw. Ik dacht ook dat hij geen vrouw had. Ik dacht dat hij vrijgezel was. Maar hij heeft wel een vrouw, maar hij heeft geen kinderen. Dus ja, hij denkt, ja, die miljoenen die kan ik wel gaan nalaten aan niemand. Ja. Maar ik kan hem ook gewoon in NAC steken. Misschien dat het dan klaar is met ellende. En dat doet hij nu. Dus schijnt dat hij voor 7 miljoen de club koopt. Ja. En heeft hij ook wel gegarandeerd aan de huidige aanlouders dat hij er ook echt wel een hoop in pompt. Dus niet alleen kopen, mm-hmm. maar ook echt geld in de club pompt. Ja, nu is het afwachten. Maar goed, ja, slechter kan niet. Dus. Er is nog niks getekend. Maar er is nog niks getekend, ja. Daarom. Nee. Dus we zijn allemaal een beetje voorbarig geweest met wat is het? Begroting over 5 jaar tussen de 18 en de 20 miljoen. Ja, dat had allemaal niet naar buiten mogen komen, begreep ik. En dat is al naar buiten gekomen. Die persberichten zijn al gelezen. Maar die zijn nog niet naar buiten gekomen. Dat stond dus allemaal in die persberichten schijnbaar. Dus op zijn naks. Oké. Okay. Nou ja, in Den Haag zijn we al maanden bezig. Dus ik wens je heel veel succes de komende maanden. Ja, dankjewel. Zin in. Hey, en dan nog wat anders. De man, mag ik zeggen, die zijn linkerbeen alleen voor het lopen gebruikt. Zag ik afgelopen speelronde. Tom Haaien, ja, buitenkant rechts. Die doet alles met buitenkant rechts. Maar het is wel, ik heb dat nog nooit gezien, dat bij NAC een speler zoveel beter is dan alle andere spelers. Nee? Zeg, die er in zijn eentje zo bovenuit steekt. We hebben wel meer goede spelers gehad, maar dan had je gewoon een goede ploeg. Mm-hmm. Maar hij doet alles. Dus hij staat achterin ballen op te ruimen. En dan speelt hij hem in op het middenveld. En dan staat hij dan ook opeens zelf, die bal aanneemt. En dan gaat hij langs het lijntje, loopt hij op en hij kopt hem ook bijna zelf binnen ook. Zo, hij doet alles in het veld. En ja, dat is...
ja, hij is eigenlijk onmisbaar. Dus daarom doet NAC nu wel zo moeilijk. En ze willen echt de hoofdprijs. Maar dat ja, op het veld is dat wel een aderlating natuurlijk. Ja, maar hij is wel een knopje omgegaan volgens mij bij hem. Want zo was hij niet, toch? Nee, zo was hij niet. Ik wil net zeggen, ik heb nooit genoten van hem. Maar volgens mij is hij nog steeds niet weggaan bij NAC. Want, want de Heerenveen die wil niet betalen wat NAC vraagt. Dus ik denk dat hij het komende half jaar misschien wel zo bij jullie blijft ballen. Maar dat wel zo reinig is. Ik denk dat het wel rondkomt. Want ik denk dat NAC hem echt nog wel wil houden voor morgenavond. Spelen we voor de beker thuis tegen Zwolle. En hij heeft die vorige twee rondes tegen VVV en FC Utrecht heeft hij ook bijna zijn eentje voor NAC gewonnen. En Utrecht was hij wel aardig toen, toch? Toen speelde hij ja, tweede helft, hè? Ja, ja, ja. Maar, dus ik denk dat ze hem nog wel houden, want de volgende ronde is natuurlijk wel lucratief. Want wij spelen waarschijnlijk tegen Ajax uit of tegen PSV uit. Of nou ja, 50% kans. Mm-hmm. En dus als het dan weer vol zit, de stadions, dan beuren ze daar meer van dan van een tonnetje extra van voor Tom Haaien. Dat is waar. Nou ja, hij gaat natuurlijk wel. Hij gaat, ja. Hij is Joey. Zullen we even doorpakken? Ja, ze willen nu spelers, hè, van Heerenveen. Hey, zullen we even doorpakken? Ja, we gaan door. Loop gewoon een half uur over NAC. Ja, gaat veel te lang over voetbal. Laten we het weer even over ADO gaan hebben. Ja. Dames en heren, helemaal niet. Die van buiten. Oké, daar heb je gelijk in. Niet over ADO. Ja, nou. Het gaat niet over ADO, mensen. Hey, we wachten het even af. We lopen gewoon 20 minuten over NAC te praten. Ik ga je gewoon in, hoor. Nu krijg je luisteraars. Ja, dat is. Nu gaan mensen. Beauty bij Buit. Oké. Okay. Hallo, ik ben Jo Buit. 36 jaar, vader, woonbegeleider in de verstandelijke gehandicaptenzorg. Een volwassen man. En mijn hoogtepunt van de afgelopen 2 weken is dat Elgero Edea mij is gaan volgen op Twitter. Waarom vind ik dit zo verschrikkelijk tof? Een leeftijdsgenoot die goed kan voetballen is mij gaan volgen op social media. Lekker belangrijk hoor ik eigenlijk te denken. Maar ik vind het gewoon oprecht kicken. Net zoals dat ik ooit Toda, de Japanse international spelend voor ADO in de stad zag lopen. Iets in mij zei dat ik contact moest zoeken, connectie maken. Toda! Riep ik. Hij keek om, ik stak mijn duim op. Hij liep een restaurant binnen. Of die keer dat ik Jan Paul Sijs de Zeta binnen kwam lopen op de Grote Markt. He's here, he's there, he's fucking everywhere, zong ik samen met mijn maat Andor. Jan Paul bestelde gelijk wat bier voor ons en ik en Andor praten daar nu nog over. Godverdomme man, al langer dan 10 jaar geleden. Maar het blijft toch mooi. Wat maakt het toch dat ik in de nabijheid van profvoetballers verander in dat kleine pikje van 7 à 8 jaar oud wat handtekeningen ging scoren bij een Nederlands elftal in Noordwijk? Het antwoord is simpel. Voetbal is simpelweg het mooiste wat er is, joh. En voetballers zijn de hedendaagse helden. En Elgero, oude volger van me, bedankt dat je me weer heel even dat kleine mannetje hebt laten voelen. Dit was Beauty bij Buit. Ja. Mooi hoor. Ja, ik gun het je. Dat is mooi. Dat is mooi. Ging niet over ADO. Nee. Hey, weet je wie mij is gaan volgen? Nou. Vond ik ook leuk. Zie me Dick Schreuder. Dick Schreuder? Trainer van Zwolle. Ja, dat is en die is jouw gevolg. Dat is mijn gevolg. Maar dat is toch wel mooi. Hè? Stiekem ben je dan wel een beetje trots. Ja, tuurlijk. Wat gaat hij mij nou volgen? Ja. Hij hoopt natuurlijk inside information over NAC te krijgen voor die wedstrijd, die bekerwedstrijd natuurlijk. Maar, alleen maar voor geld. Ja, toch? Ik denk dat het bij mij is geweest Leandro Fernandez. Ken je die? Die huurling die op huurbasis bij, wat was het, Zwolle en Fortuna? Leandro Fernandez? Ja, die zat bij Juventus, speelde die. En die ging in één keer mij op LinkedIn toevoegen. Dat is ook wel top. Ja, vond ik echt dat ik dat is ook wel top. Van, wauw, wow. Moet ik me ergens heen brengen? Ja. Je zegt het maar. Nou, bij mij was het gekste, maar dat is pas vorig jaar geweest of zo, die Mark van Ranst, die Belgische viroloog. Ja. Die is natuurlijk allemaal in het nieuws. En, ik klikte die viroloog? Op, ja, en ik klikte op Twitter. Ik klikte zo, want hij heeft altijd ruzie met die dansleraar. Die loopt met iedereen boeien te maken. En ik ging zo eens kijken en dan stond er, volgt jou. Nee joh. Dus die volgde mij al voordat hij beetje bekend werd. Dat dus, is ook wel mooi. Maar dan voel ik me gewoon een beetje schuldig dat ik hem nog niet terugvolgde. Ja, ik heb natuurlijk ook wel eens wat mensen geïnterviewd. Hè? En ik had het dus wel heel erg de allereerste keer met Kees Jansma. Ik was hem zo aan het interviewen en ik dacht eerlijk gezegd de hele tijd, ik sta hier gewoon naast Kees Jansma. Ja. En ik had het ook met Tom Egberts, wat trouwens een fantastische vent is. Ik heb meer dan 3 kwartier met hem lopen ouwe hoeren op beeld. Hele charmante man. Ja. Dat item is dat is 3 minuten, maar ik heb gewoon 3 kwartier met hem zo zitten ouwe hoeren. En de eerste 5 minuten zat ik ook wel van, ja, ik zit hier godverdomme gewoon met Tom Egberts te praten. Hey.
Ja, voor ze toch. Ik, zijn ik, net mensen. Ja, maar ik word er altijd wel zo'n klein jongetje wezen. Dat vind ik toch absoluut. Wel. Maar dat wil ik ook wel houden zo hoor. Vind ik wel mooi. Ja, je hebt gelijk. Je hebt gelijk. Nou, het blokje name dropping is voorbij. We gaan even verder. Ja, dames en heren, we lopen natuurlijk richting 31 januari. En wat betekent dat? De transferwindow is weer open. We schakelen over naar verslaggever Joop Buit op locatie met de laatste transfers. Jeremy Saintjes, linksbuiten van Heracles Almelo naar FC Den Bosch. Tijmen Nijhuis, keeper van FC Utrecht naar Jong FC Utrecht. Zo. Thomas Beekman van NEC naar Helmond Sport. Benaisa Benamar van FC Utrecht naar FC Volendam. En ik wil niet uitgelachen worden door Lars. Declan Lambert van FC Den Bosch zonder club. Mooie transfer. Dino Halilovic van Eschberg naar FC Den Bosch. Bannis van Feyenoord naar NAC Breda. Nauvel Bannis van Feyenoord naar NAC Breda. Zehir van Antalya Sport naar FC Dordrecht. Hier verwachten wij veel van. Joey Jacobs van Jong AZ naar Almere City. Die gaat sowieso geen kampioen worden. Dankjewel, Joop Buit op locatie. Ferry, kijk even naar jou. Niet één, maar twee Jeremy Saintjes naar FC Den Bosch, hoor ik net van Joop. Ja. Ja, wat denk je daarvan? Ja, dat... daar denkt hij weinig van, Lars. Het kan wel een succes worden, maar ja, het is niet gegarandeerd. Nee, dat is... Het kan in principe twee kanten op. Dat klopt, dat klopt. Jeetje. Ja, Halilovic, zal die op aanraden van Van der Vaart door Den Bosch gehaald zijn? Eschberg. Ik denk dat hij dat was die waarvan die ballen zei dat hij grotere titel had dan zijn vrouw. Ik denk dat deze speler was. Mathieu de Smet van Toppos naar Zulte Waregem. Rick Zuiderwijk van FC Den Bosch naar Willem II. John Goossens van ADO Den Haag naar zonder club. Oei. Ook al naar zonder club. Zo. Mooi. Die versterken zich goed. Thomas Schrallekamp van FC Dordrecht naar Dordrecht onder 21. Nee, wacht even, jij bent toch leraar? Ja. Hoeveel L'en staan? Eentje. Dus, dan is het? Schrallekamp. Robin Schoonbrood van Rode JC ook naar zonder club. Sander Rauw van Rode JC naar Homberg. Nick Venema van Jong FC Utrecht naar VVV Venlo. Gaston Sala Siwa van FC Den Bosch ook naar zonder club. Enrico Hernandez van FC Eindhoven naar Vitesse. Bilal Ocik van zonder club naar FC Volendam. Oh, ze raken er ook in. Dit zou zomaar... Ha, let op deze Ocik. Die gaat het doen. Guus Hupperts van VVV Venlo naar... Jeetje, ook al naar zonder club. Maar die kunnen wel snel schakelen. Die kunnen heel snel schakelen. Want ze zijn Bilal Ocik kwijt en die hebben meteen gezien. En rechtsbuiten, voor een rechtsbuiten. Ja. Zonder club heeft zich het best versterkt, denk ik, van al deze... Ja, maar dat vind ik wel fant. Want die Guus Hupperts, die is helemaal niet zo oud, hè? Hoe oud is die? Ja, eind 20 of zo. Die ging van... Hij zat bij Roda, toen ging hij naar Liers. België. Of Lokeren. Of iets. Ja, bij Lokeren, denk ik, hè? En toen? Volgens mij kwam hij toen gewoon wel terug. Ja, maar die had ook best een veelbelovende carrière tegemoet. En nu zeggen ze gewoon bij VVV, die notabene onder in de eerste divisie spelen. Had hij een veelbelovende carrière tegemoet? Ja, natuurlijk. In het begin. Ik vond het meer een draver. Maar er was nooit een jongen met een lekker overzicht of echt met rust aan de bal. Nu hebben wij één echte kenner in huis. Wouter. Guus Hupperts. Draver, dankjewel. Oké, en we kunnen door. Van Fortuna Sittard van... Hey, kom op, Ferry. Sorry. Ja, ik was even opnieuw. Perplex. Castrati van Fortuna Sittard naar MVV. En Singi van Cambuur onder 21 naar Top Os. Ferret van Waasland Beveren naar FC Eindhoven. Wout van FC Almere naar Kyoto Sanga. Rusler van NAC Breda naar Lillestrøm. Kenzo Goudmijn van AZ Alkmaar naar Excelsior. Siku Silla van Top Os naar Cambuur. Erik Sorga van VVV Venlo naar DC United. Mooie transfer. Ja, spitsen. Oké. Ja, Jamie Yahi Mpi van Sampdoria naar Roda JC. Ja, maar niet het eerste was Sampdoria. Deninio Muringen van zonder club naar Roda JC. Stanley Akoi van zonder club naar
Telstar. Randy Wolters, een vriend van de show, van zonder club naar Telstar. Antonucci, de vriend van Lars, van Feyenoord naar FC Volendam. Altman, van zonder club naar Roda JC. Christian Conte, van Feyenoord naar FC Dordrecht, een gevoelige jongen. Max de Waal, van Jong Ajax naar PEC Zwolle. Nicky Baggerman, van FC Dordrecht naar Achilles. Simon Liebert, van MVV naar Cas Eupen. En Lars Blijenberg, van Excelsior naar Stedeco. En dit waren de transfers vanuit de KKD. Ik moet wel een correctie toepassen, Joop. Want het ging bijna helemaal goed. Ja? Maar kijk, de mensen weten nou niet... Die gaan straks bij Achilles kijken en die zien Nicky Baggerman niet. Nee. Achilles Veen. Achilles Veen, hè? Dat is een hele andere club. Zijn er nog opvallende transfertjes als we zo 1, 2, 3 zitten te kijken? Ik zou zeggen Antonucci. Ja, volgens mij zei ik het 2 weken geleden stiekem al hier. Ja, klopt. Dat rond was. Dat klopt. Maar jij praat sowieso veel over Antonucci. Jij hebt wat met die gozer. Nou ja, ik vind het een waanzinnige voetballer. Mits hij zijn vorm uit het eerste seizoen bij Volendam, dat was niet normaal. Dat was niet normaal. Dat was denk ik te vergelijken met hoe NAC toen kon genieten van Manu Garcia. Maar gewoon een gozer dat je denkt... Alle ballen opeisen. Precies. Ja. Heeft wat blessure leed gehad. Ook wat medische klachten, geloof ik. Ja, en toen naar Feyenoord... Ja, maar daar nog gewoon te licht voor Feyenoord? Ja, denk ik wel. Maar mogen we Antonucci inmiddels een bodywarmer noemen? Hij heeft ook een eigen spandoek, hè? Dus dan weet je. In Volendam ben je een jas. Ja. En als je import bent, dan ben je een bodywarmer. Dan kom je, want hij komt nu echt wel richting dus zijn derde jaar, toch? Ja. Dan mogen wij hem een bodywarmer noemen. En het kan nog meer worden, hè? Want het is op het moment dat Volendam promoveert, waar het volgens mij wel aardig naar uitziet, blijft hij automatisch nog een jaar. Okay. Ah. Hey. De tovenaar van, waar komt hij ook weer vandaan? Liers of zo? Of, ja, Liers? Kan mij het allemaal schelen. Hey, weet je waar ik ineens zat te denken? Want ik zat verleden week naar de Vissersderby te kijken. Hè? Ja. Ja. Leuk. Vond ik leuk. Ja. Oké. Okay. Het kapsel van Ronald Koeman junior. Laten we daar even over hebben. Het kapsel van Ronald Koeman junior. Wat is daar gaande? Wat dan? Hij heeft een hele rare opscher. En dan heeft hij het zo naar voren gekant. En dan zit het heel warrig, heel gek door elkaar. Wat is het idee van zijn kapsel? Ja, maar ik heb het idee dat je geïrriteerd bent. Ik ben er geïrriteerd. Maar nee, ik wil daar journalistiek onderzoek naar doen. Ja. Naar het kapsel van Ronald Koeman junior. Ik zal jou vertellen, het valt nu nog wel mee. Want volgens mij heeft hij een tijd geleden had hij het echt opgeschoren als een soort van monnik. Echt helemaal tot hier zo'n beetje. En dan alleen dat bovenste als een soort van... Van Toad van Super Mario, weet je wel. Zo zag het eruit. Ja, ik bedoel, ik heb makkelijk lullen. Want ik zou willen dat ik überhaupt nog haar had. Kijk dan, kijk. Ja, dat is toch dit is de classic bloempot. Hij heeft een heel apart, dit is de bloempot. Hij heeft een heel apart kapsel. Maar ik ga onderzoek naar doen. Van ik wil weten waarom hij dat zo heeft. Maar wat is het idee erachter? Als Koeman meedoet met de Voorze Volland. Niemand raakt hem aan. Niemand raakt hem aan. Dat kent hem niet. Dat kent hem niet. Nee, maar dit is ons volgende onderzoek. Ja, dat is goed. Dat is goed. Verder, heb jij nog een transfertje waarvan je denkt, nou, die springt er voor mij wel uit? Ja, niet iemand zeggen, gevoelige jongen. Ja, nee, ja, absoluut. Conte heet hij. Ja, kijk, Marty vroeg mij, heb jij dezelfde vraag als jij stelt, mm-hmm. Heb je een transfer die je wil uitlichten? En ik zeg, ja nee Mart, dat interesseert me helemaal geen reet, al die transfers niet. En hij zegt, nou dan moet je Conte nemen. Want dat vinden de mensen van FC Dordrecht leuk. Dit is wel het eerlijke verhaal. Dit is wel echt waar. Dit is echt waar. Dus ja, ik heb Christian Conte en ik heb gezien dat hij gescoord had vorige week. Ja, maar waarom is het zo leuk? Kijk, die gozer zat bij Feyenoord en die kwam niet aan spelen toe. Mm-hmm. En die zat daar heel erg mee. Het is een hele gevoelige jongen. Die komt bij Dordrecht... Schiet die bal erin en al die emoties komen eruit. Ja, dat vind ik toch ook wel mooi gewoon. Weet je? Ja. Dat zo'n jonge gozer die zo met dat spel bezig, die wil zo verschrikkelijk graag. Schiet dan een bal erin en dan komt alles eruit. En ook na de wedstrijd was hij nog één brok emotie. Nee, ik kan er wel van genieten. Nou, dit is dus de reden dat ik hem heb gekozen. Joop dan niet Joop, heb jij nog een transfertje dat je zegt van nou... Ja, ja, toch wel. Max de Waal van zo van Jong Ajax naar Zwolle. Ja.
toch mooi om te zien dat de KKD kan echt een mooie springplank zijn voor gewoon voor jonge spelers om meters te maken, om jezelf te laten zien. Mm-hmm. Dus nou ja, dat vind ik dan wel een mooie transfer. En ook voor alle jonge spelers, weet je, kom lekker in die KKD gewoon lekker spelen. Pak je minuten, want je kan groeien in deze competitie en dan kan je gewoon een mooie transfer maken. Ja, nee, absoluut. En wij kennen ze oom. Dat is een ander verhaal. Ze is een van de schrijvers ook van de hitserie vroeger Baantjer, hè? Ja, 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 Baantjer. Simon de Waal is een van de schrijvers van Baantjer, zijn oom. Wist je dat niet? Dat is de oom van Max de Waal. Ja, ja. Je zou het niet zeggen. Met maar ik weet niet wie Simon is. Nee, dat maakt niet uit. Zijn oom. Een heel random verhaal dit, hoor. Maar oké. Okay. nou ja, top. Ja, en lieve mensen, uiteraard is er bij FC Afkikken ook weer op de 31ste van januari een transfer deadline show. Tot 12 uur 's nachts ja, worden alle transfers die je kan bedenken van de Oegandese vierde divisie aan toe. Worden behandeld daar natuurlijk. Ja, er zitten alleen maar toppers komen ook langs. Ik noem me Fanny de Bond, ik noem me Lars van Velsum. Jij kan niet. Ik moet nog even kijken of ik kom. Tuurlijk, Joop. Kom. Tuurlijk, man. Hey. Nou ja, ik ben een druk man. Hè. Ik heb een gezinsleven. Ik heb mijn werk. Ik moet Beauty by Buiten moet ik schrijven. Hey, we kunnen ook zeggen, van, we komen met z'n drieën of we komen niet. Hè. Dat kunnen we ook zeggen. Oh. Van, we gaan gewoon lekker met z'n drietjes. Ja, maar dan gaan ze misschien geld schuiven. Dat is een goed idee. Ja, dat is een goed idee. ik denk dat het tijd is voor de mystery guest. Hoe noemen we het nou? De mystery guest? Mystery guest. Nee, dat hebben we pas besloten. Oh, ja. Het is de mystery guest. Ja, maar wat is het voor tune dan die we horen? Waar slaat dat op? Ja, maar die tune was gewoon een foute tune. Foute tune. Hele fout. Maar we worden zo steeds in ons hemd gezet eigenlijk. Ja. Hè? Weet je, want de tune was Wie ben ik? Maar we noemen het de mystery guest. Gaat ook alle kanten. En lach je op bij FC Afkikken. Oh, die gast over de mystery guest. Wat een loser. Hey, bel op zou ik zeggen, toch? Ja, ik ga eerst even een kleine introductie natuurlijk doen voor de mensen, de kijkers en luisteraars die voor het eerst, dat kan ik me niet voorstellen, voor het eerst kijken of luisteren. Elke week bellen we iemand op, de mystery guest, iemand met een connectie met de keukenkampioendivisie. Kan van alles zijn. Oudspelers, nou ja, even zin het allemaal. We hebben hiervoor twee schoenen staan met vragen. Zeker. Daar pakken we omste beurt eentje uit om te vragen aan de mystery guest om uiteindelijk zijn of haar identiteit te kunnen onthullen. Ja. Ja, ik heb je zoveel zin in altijd, hè? Kriebeltjes in de buik al. Ja, ja, vanmorgen al. Vanmorgen al. Ik zei ook tegen die kleine van me toen ik hem wakker maakte. Lou, vanavond gaat het weer helemaal los. De mystery guest. Zijn jullie er klaar voor? Ja, tuurlijk. Is de mystery guest er zelf klaar voor? Okay. Bellen, man. Ik ga bellen. Ja. Zou ik dat hij zijn naam niet zegt, hè? Nee. Ja. Dan gaan we weer. Dat was wel goed. Hey, Sjoerd. Spannend. Hè? Ja. Neemt die op? Ja of nee, mensen? Nog een nummer van Bjorn van der Doelen? Of niet? Ja, Bjorn van der Doelen is de beste singer-songwriter van Nederland, mensen. Is dat zo? Ja, is echt zo. Check het op, check het op Spotify. Lucas Hamming? Ja. Beter als Lucas Hamming. Hoi, met Yuri. Ik ben er. Voicemail. Met Yuri. Nu moeten wij gaan gokken. Wie denk jij? Welke Yuri Rozen? Yuri Rozen kan. Yuri Gagarin. Yuri Cornelissen zou ook nog eens kunnen. Wie heb je nog meer? Welke Yuri's hebben we nog meer? Van Gelder. Yuri van Gelder. Welke Yuri's hebben we nog meer? Schrooien. Yuri Schrooien. Ja, dat is KKD, hè? Dat is echt KKD. Limburg. Ja, dat horen we meteen. We hebben hem al gehoord. Dat zou kunnen. Welke Yuri hebben we nog meer? Even kijken. Een Yuri? Yuri? Profvoetballers die Yuri heten. Nee, dat zijn er niet zoveel. Hè? Yuri de Kamps. Yuri de Kamps van PSV? Ja, bij NAC gezeten. Jong PSV? Nee, joh. Yuri de Kamps. Nee, joh. Moet je maar op Damme gaan. Yuri, ja. Ze hebben bij NAC gezeten. Ja, dat is de aanvoerder van Slovan Bratislava, jongen. Die kreeg iedere wedstrijd 4 gele kaarten bij NAC. Moet je maar op Damme gaan. Dat was zijn dingetje. Ja. Had hij weer met een been gebroken. Heb ik helemaal gemist. Ja? Ja. Moet je maar op... Dat ken ik niet. Kijken we nog een keer terug. Ja. Dan moet ik weer terugkijken. Maar oké, hebben we nog meer Yuri's? Ja, vast wel toch. Yuri de Kamps, Yuri Schrooien, noem maar nog even wat. Krijgen we Yuri Petrov. Yuri Petrov. Maar
Die praat zo niet. Oeh, Jurie Petrov. Nee, maar die schijnt ook een flink probleem te hebben. Ja, die drankprobleem. Ja, een flink drankprobleem heeft hij. Maar anders hoort ook niet echt bij, hoor, daar in Rusland. Ja. Ja. Welke, nog meer? Jurie. Misschien een mooie vraag voor de mensen thuis. Ja. Zijn er nog meer Jurie's die profvoetballers zijn geweest? Gooi het in de comments. En wie weet win jij de mok. Jurie Poelmans. Oh, je gaat nog verder kijken. Ja, Jurie Poelmans. Laat die mensen thuis ook even bedenken. Nou ja, we gaan eventjes door. De mystery guest gaan we zo meteen nog even een keertje proberen. Probeer nog maar. Hij zit klaar nu, Johan. We gaan hem even bellen. Ik vond het ook wel goed. Ja, dit was klasse. Zijn jullie vraagjes klaar? Ja. Goedenavond. Hey, goedenavond, mystery guest van onze podcast. Goedenavond. Hoe is het ermee? Ja, hartstikke goed. Nou, mooi. Dat is mooi. Ik heb hier Joop Buit en Hoekie B, Ferry. Die gaan omste beurt een vraag stellen om toch uw identiteit te achterhalen. Bent u er klaar voor? Ik ben er helemaal klaar voor. Joop, we gaan met jou beginnen. Hallo mystery guest met Joop Buit. Wat is uw mooiste club geweest en waarvoor was dat uw mooiste club? Ja, ik heb eigenlijk wel meerdere mooie clubs gehad. Maar Top Os was toch wel mooi, omdat dat mijn debuut was. En, daar heb ik wel een hele mooie herinnering aan. Oké. Top Os. Top Os, debuut. Oké. Volgende vraag. Wat is je mooiste KKD herinnering of eerste divisie herinnering eigenlijk? Twee keer scoren tegen Den Bosch in de derby. En toen ook winnen, zeg maar. Namens Top Os, neem ik aan. Ja, namens Top Os. Oké. Top Os, debuut. Ja. Voor welke club maakte je je laatste doelpunt? Voor welke club mijn laatste doelpunt? Dat was bij ADO Den Haag. Kijk, met jou kan ik praten. Oké, bij Top Os en bij ADO heeft hij afgesloten. Oeh, dan maakt Joop ook kans. Eindelijk maak ik kans om te winnen. deze kan ik zelf denk ik wel invullen. Naar welke club wil je nog een keer terug? Dat is denk ik Top Os, of niet? Waar het allemaal begon, ja. Ja, dat zou wel mooi zijn. De cirkel rond. Ja. Welke trainer zou jij nooit op je verjaardag uitnodigen en waarom niet? Ik denk dat ik Raymond Alteveld maar niet uitnodig, want ik krijg misschien een klap in mijn nek. Ja, waarom? Ja, kan je dat verhaal vertellen, Jurie? Wat af en toe gebeurde daar op de training? Ja, je krijgt zomaar een schop op je kuiten of klap in je nek als je niet oplet in het spelershoom. Dat waren dingen die ik nog niet eerder had meegemaakt, zeg maar. Nee, dat is wel bizar, toch? Ja. Ver, heb jij nog een vraag? Wie is je ijdelste teamgenoot ooit geweest? Mijn ijdelste teamgenoot? Ja. Even kijken, hoor. Dat was... dat is een hele goeie. Ja, we hebben niet gezegd dat het makkelijk zou worden. Ja. Was het zelf? Ja, ik ben wel zelf ook wel ijdel, maar... Even kijken, hoor. Dan denk ik toch wel... Enzo Schifo, denk ik, bij Anderlecht. Enzo Schifo, bij Anderlecht heb je ook gezeten. Top Os, Anderlecht, afgesloten bij ADO. Ja, ik ga nou wel even ratelen, hoor. Ik ga nu even ratelen in mijn hoofd. Ja. Ik denk dat ik het al weet. Ja, zelfs. Volgens mij weet ik het ook eigenlijk wel. Heb jij, als jij scoorde, had jij een soort met van mooie ratslag in huis? Ja, zeker. Ja, ver koppen min. Ja, hij heeft ook voor mijn club gespeeld. Ja, is Jurie Cornelissen, toch? Jurie Cornelissen, absoluut. Ja. Ja, klasse. En redelijk snel, hoor, nu. Ja. Want Joop is nog bij mij
in Alkmaar geweest. Ik ben bij de zedenpolitie toen. Ja, zeker weten. Oh, zeker weten. Waar werd hij van verdacht dan? Nee, het was een mooi interview. En nee. Die mensen die daar zeg maar, ja, die dat meemaakten op de afdeling, die hadden zoiets van, wow, wat is dit? Ja, wat... Die keken echt hun ogen uit, maar ze vonden het uiteindelijk super gaaf. Ja. Ze keken om Joop, zeg maar, ze keken naar wie daar binnen kwam stappen. Ja, want we gingen gewoon even dat pand rond. We gingen even het pand van de politie even rond. En toen vroeg ik natuurlijk ook van Juri, kan je even die rasslag laten zien? Ja hoor, ja? Dan ging die hoor, de politiebureau. Ja, okay. Want even kijken, je bent nu 37? Tel ik dat goed? 47? Nee, 46. Ja. Kan je het nog steeds? Ja, ik kan het nog steeds. Ik doe hem nog wel af en toe hoor. Ja? Gewoon thuis even eens? Ja, ik doe veel handstand tegen de muur overdag. En dat is weer goed voor je onderrug en voor je hamstrings. Maar ja, als ik wel eens clinics moet geven of soms als ik ergens ben, vragen ze nog steeds wel, kun je het doen? En dan gooi ik me nog even uit. Zo, kijk, dit is echt jouw trademark. Want hey, Juri, kijk, jij bent 46, ik ben 36, maar ik kom als een stijve hal, ik zo mijn nest uit hoor. Hey, dat is al het hoogtepunt van de dag. Ja. Maar ja, ik ben nog heel actief, hè, dus ik geef heel veel trainingen nog en ik train zelf ook nog. Dus dan, ben je nog gewoon... En ik voetbal af en toe nog regelmatig, dus weet je, ik ben dagelijks gewoon actief. Dus dan hou je dat er gewoon in stand, ja. Zeg maar. Want des te eerder je ermee stopt of het niet meer doet, ja, dan wordt het al moeilijker om er weer aan te beginnen of... Om weer zitten geraken, zeg maar. Ja, want dat merken wij. We zien ook op je Insta, vitaalcoach, hardlooptrainer, bootcamp instructeur, speed, agility en quickness. Ja. Dat blijf je wel lekker fit mee, inderdaad. Wat zeg je nou allemaal? Ja, en... is niks voor jou, ver. Ja, ik geef ook veel individuele trainingen, ook met voetballertjes en clinics geef ik veel. En ik leuk. Ben nu ook trainer aan het opzetten, dus dat ik... Trainers, als het ware mijn stijl, in gevarieerde trainingen en ook gewoon het coachen van degene die ze training geven. En hoe je met kleine aanpassingen of met aparte oefeningen toch een gevarieerde training kunt geven. Omdat ja, ik merk gewoon dat daar heel best wel veel vraag naar is, omdat iedereen volgens een bepaalde manier training geeft. En mijn manier is toch weer veel anders, toch ook heel veel met houding en met veel verschillende techniekvormen en ook met afwerken en vooral veel positieve coaching en plezier hebben, want dat ontbreekt nog wel eens, merk ik. Ja, mooi. Mooi om te horen. Hey Juri, hoe gaat het met je broer Tim? Ja, dat gaat ook goed hoor. Die is nu gepromoveerd bij Vitesse tot... onder 21. Oh, leuk. Dit seizoen onder 18 bij Vitesse onder zijn hoede. Dus daar gaat het allemaal goed mee verder. Mis je de voetballerij? Ja, soms nog wel eens hoor. Ik denk er heel vaak nog aan terug en heb het er vaak nog over. Maar ik zou het wel het ergste missen als ik niet meer zou sporten, zeg maar. Ja. Een keer, maar gewoon die team dingetjes ook allemaal en je humor en... na een wedstrijd toeleven en de spanning en dan weer de ontspanning. En dat vond ik altijd wel geweldig. Ja, nee, dat is... En dagelijks doen wat je leuk vindt eigenlijk. Dat is belangrijk, ja. Dan hou je het het langste vol, hè? Ja. Ja. Nu heb je ook een hele mooie en ook een hele belangrijke baan, hè Tim? Of Juri? Nou, ik ben gestopt bij de politie. Oké. Oh? Ja, ik heb... Ik wil nu helemaal voor mezelf gaan en ik ben nu ook body mind release therapeut. Dus dan ga je innerlijke levensklachten van mensen van binnenuit aanpakken. En uiteindelijk wil ik ook in de topsport ermee aan de gang. Dus door ook zeg maar het mentale gedeelte vooral. Doe je ook nierstenen? Ja. Er zit hier naast me eentje met nierstenen. Weet je daar nog wat voor? Oh, dat is heel pijnlijk. Ja, nee, daar heb ik niet zo 1-2 een oplossing voor. Ja, maar wel mooi om te horen, Juri. En dan hopen we je weer snel weer te zien in de voetballerij. Bij een mooie club, ja, als coach. Dat zou wel mooi zijn, ja.
Yes. Nou, maar, Jure, mag ik je bedanken dat je onze mystery guest wilde zijn. Je voicemail had het al een beetje verraden, maar dat geeft niet. Moet je niet zeggen nu, man. Hij ging open en toen ging hij weer af, dus ik had hem nog wel eens op kunnen nemen. Oh, nee, dat geeft niet. Thanks in ieder geval dat je bij ons de mystery guest wilde zijn. Veel succes, veel geluk dankjewel. En veel plezier. Dankjewel. Oké, thanks. Tot snel. Hoi. Ja, Jury doet nog steeds dagelijks een paar keer een raslag. Ja, die gaat dagelijks even tegen de muur staan, zo, hoppakee, omgekeerd. Maar dat doe jij niet, hè, Ferry, denk ik, op dagelijkse basis. Nou, ik wil me daar wel zo'n wagen op zaterdagavond om in ieder geval af te halen. Ja, geen probleem. Ben jij een beetje lenig, Joop? Ik ben zo'n verschrikkelijke houten Klaas, ik ben een stijve hark, dat is niet normaal. Nee, maar dat geloof je niet van mij, hè, maar ik heb SEALS gedaan, hè. Heb jij SEALS gedaan? Ja. Serieus? Ja, serieus. Maar waar is het misgegaan dan? Waar is het misgegaan toen ik van het SEALS afging? Maar heb je 1 jaar gedaan? Nee, 2 jaar. En toen ben ik zwaar geblesseerd geraakt, mijn enkelbanden. Dus toen moest ik eigenlijk stoppen, want ik kon al die praktijkvakken niet meer. En toen is het langzaam maar zeker bergafwaarts. Toen ben je zo richting de kroeg gegaan. Ja, mooi. Schitterend. Nee, Jury, leuk om even gesproken te hebben. Ja, leuke gozer, een hele lieve vent. Ja, en goed bezig met de mind and body. Zeker. Gedoe. Gedoetjes. Hey, we gaan even verder, jongens. Want 2 weken geleden natuurlijk voorspellingen gedaan. Oh, ja. 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 Maar ja. Gaan we mokken uitdelen? Ja, we gaan mokken uitdelen. We gaan er even snel doorheen. Eerst even onze persoonlijke tussenstand 7-9-8. Ja. Het gaat lekker. Helaas. Ja. Even kijken. De voorspellingen van 2 weken geleden waren als volgt. Wat wordt de uitslag van De Graafschap VVV? Was 1-2. We hadden 2 mensen goed. Bart Bakkes en Melvin Lindeboom. Bart Bakkes. Welke trainer ziet de leegste bank na zich? Nou, dat was Helmondsport. Ja, die hadden een wissel of 4. Ja. En uiteindelijk... Moest er 1 na 10 minuten in of zo? Ja, zoiets. Dus Wil Boesen was het goede antwoord. Hoe vaak moeten de keepers bij elkaar opgeteld vissen in de vissersderby? Dat was 3 maal natuurlijk. 3 vallen. Ja, 3 keer. En hoeveel kale spelers starten er in de basis van de kale trainersderby Roda MVV? En? Wat was het antwoord? 0. Okay. 0 kale spelers. Ja, maar, noem maar even... Maar jij hebt ook gegoogeld, hè, of niet? Wat? Ja. Ik ben even gaan googelen, even die spelertjes van... Ja, even kijken. Nee hoor. Ik zag heel weinig, ik had 1 gezegd. Hé, maar wie hebben nou die... Ja, luister, dat betekent als volgt. Bart Bakkes en Melvin Lindeboom, luister even goed. Jullie hadden allebei antwoord A goed en verder niks. Dus het is gelijk. Laten we zeggen, reageer op de aankondigingstweet van woensdagmorgen 6 uur. Of 7 uur, of wat ze moeten het? Scherp zijn, 6 uur. Wees scherp. Ja, dat weet Bart wel, hoor. Ja, en je zit er klaar voor. Melvin die heeft ook de wekker al gezet. Dus dat komt 100%. Goed. Reageert wie als eerste reageert, krijgt en de mok komt naar jullie toe. Weet je wat het mooiste zou zijn? Dat straks mensen gaan reageren voordat ze geluisterd hebben. Dat ze al zelf weten, oh, volgens mij had ik het best wel goed, dus ik reageer vast. Ja. Ja, dames en heren. En dan de voorspellingen voor deze week. Heren, zijn we er klaar voor? Ja, ik ben er klaar voor. Ik kijk eerst even naar links. Ferry de Bond. Wat wordt de uitslag van Helmond Sport tegen Top Os? Helmond Sport Top Os, dat is wel een derby. Helmond heeft niet zo'n brede bank, volgens mij. Dus het wordt 1-2. Oké, Joop Buit. Ja, dat wou ik ook zeggen. Ja. Ik wou dus 1-2 zeggen, maar daar kom ik nou niet meer mee weg. Nee. Ik denk ook dat Top Os gaat winnen. Ja? 0-2. Helmond Sport scoort niet dan. Niet eens. Nee. Oh. Dan ga ik voor 2-2. 2-2? Ja. 2-2? Ja. Gewoon even... Dus Top Os scoort de 2, daar zijn we het in ieder geval. Is het een antwoord op gevoel of echt... want jij bent wel de kenner hier zo. Ze draaien beide niet echt heel erg lekker. Top Os... Ik heb die zien verdedigen tegen Verheid, die tweede goal. Dus verdedigend, niet geweldig. Ja, maar Verheid is wel een van de betere spitsen in de KKD, hè? Ja, dat is wel waar. Dus die is niet te houden dit jaar. Nee, ik denk 2-2. Ja? Okay. Ja, nou ja, het is eigen keuze. Ja. Even kijken. Dan de volgende vraag. Komt er een getransfereerde speler tot scoren dit weekend? En zo ja, welke? Ja, Bannes sowieso. Ja? Ja, tuurlijk. Misschien wel meer, maar Bannes sowieso. Bannes, even kijken hoor. Dan gaan we even kijken. Die speelt tegen... Uit naar Emmen. Uit naar Emmen. Tuurlijk. Eitje. Ik ga dan voor Bilal Uchik bij Volendam. Okay. Zo. Die gaat invallen. Hij begint niet, maar hij valt in en gaat scoren. Okay. Ja.
Ja, ik wilde eigenlijk Antonucci zeggen. Grappig. Zij weer met Antonucci. Ik denk dat het de speler die het meest is genoemd. Nee, maar ik ga het even anders doen. In ik heel ga, deze ik ga het doen. Ja, kom er niet de meer nieuwe tussen. Mid van Dordrecht gaat shinen. Wie is dat? Zehir. Ersin Zehir. Zehir. Heel goed gezegd. Spelen uit bij Jong Utrecht. Nou, appeltje eitje. Dordrecht wint. Dus, en Zehir maakt zijn eerste goaltje voor Dordt. Oké. Okay. Ja. Ja. Dan gaan wij verder naar vraag 3. Wat domme antwoorden, Lars. Je staat al laatst, hè? Wil jij verliezen of zo? Wil jij verliezen? Wie staat er na dit weekend onderaan? En dan gaan we even de stand er even bij pakken. Want dat zal ik er ook alweer. Mm-hmm. Mag ik als eerste antwoorden? Even wachten. Van mij wel. Dordrecht staat laatste met 17 punten. Dan Almere ook 17 punten. We hebben al opgezocht. Iets beter doelsaldo. Dan Os. En wel een wedstrijd minder. Os, hè? Ja. En Helmond ook een wedstrijd minder. En de wedstrijden zijn als volgt. Dordrecht dus uit bij Jong Utrecht. Helmond dus tegen Os. En dan hebben we ook nog een inhaalwedstrijd van Os maandag tegen Jong AZ. Ja, maar Lars, dit hoef jij toch niet allemaal te... weekend. Lars, wij zijn allemaal kenners. Wij weten dit al. Ja, antwoord. Almere. Antwoord. Dordrecht. Oké. En dan ga ik voor het Topos. Jij wil verliezen. Ik weet het nu zeker. Ja, maar... Jij wilt die mok gewoon niet. Hij zit net te vertellen dat Top Os twee wedstrijden speelt. Ja, en op maandag. Zeggen. Dus je hebt twee kansen. Ja, maar maandag is niet meer het... Ja, nee, dat is waar. Lars, ben jij een beetje van het padje? Ja, een beetje. Nee, een beetje van het padje. Het komt allemaal goed, jongen, het leven. Voorspel een transfer die tussen 21 en 28 januari officieel bekend wordt gemaakt door een club. Oei. Vind ik een moeilijke. Ik niet. Dan gooi je het maar erin dan. Tom Haaien en Heerenveen. Ja, die mag niet. Jawel, die mag wel. Nee, die mag. Die mag. Joh, ja, ik gun die jongen ook zijn plezier. Die gozer heeft nierstenen. Ik gun hem zijn pleziertje, man. Nou, ik heb het al een paar keer gezegd hier zo. Niet vandaag, maar ook al de weken hiervoor. Thijs Dallinga naar Heerenveen. Oké. Okay. Hij gaat naar het Hoge Noorden. Naar Groningen niet, want dan komt hij vandaan. Dan heeft hij wat wrok. Maar hij gaat het wel laten zien in het Hoge Noorden bij Heerenveen. Gaat hij in de winterstop al? Ja, hij gaat in de winterstop al. Ja, het scoren doet hij toch niet meer bij Excelsior. Nee, hij heeft ook verleden week Medium Petra gehoord. Hè? Iedereen heeft haar gehoord. Ja. Zij zei dat het niet goed gaat komen bij Thijs Dallinga. Maar dat is wel die vibe in Rotterdam. Hij gaat naar het Hoge Noorden. Als hij slim is. Juist. Dallinga naar Heerenveen. En jij? Heb je nog wat voorkennis of... Ik zit even te doen. Als chef KKD zijnde. KKD. Ja, ik krijg natuurlijk alles te horen. We hebben het nog te weinig over gehad eigenlijk. Deze uitzending. Volgende week, ja. Een transfer die nog niet officieel bekend gemaakt is. Nou, ik had toen... Ja. Oh. Ja, pak maar een minuutje hoor. Pak maar een minuutje om erover na te denken, Lars. Echt. Het kan allemaal. Weet je wat? We gaan naar het einde van de... Ik ga nog heel even nadenken. En ik ga deze aflevering nog antwoord geven. Ga je nog antwoord geven? Je moet wel serieus nemen. Ja. Ik ga er nog even over nadenken. Die vorige drie vragen heeft hij expres een fout antwoord. Ja, en dan gaat hij nu in deze drie minuten erover doen. Maar oké, denk jij erover na? Gaan we naar het einde? Ja, we gaan even naar het einde. Want er zijn ontwikkelingen in het lied. Ja, dat is nieuws, ja, hè? Jongens. Dat is nieuws. Best wel groot nieuws eigenlijk. Ja. Er is groot nieuws. Wij gaan een hele... We mogen ook zeggen waar we gaan opnemen eigenlijk. Juist. Wij gaan opnemen in de studio's van Top Notch. Grote namen. Ik noem een Leeuw Kleine. Uh-huh. Ronnie Flex. Ja. Ik noem een Leeuw Kleine. Een Ronnie Flex. Wie zit er nog meer? Maar wij gaan dus opnemen in een van de mooiste studio's van Nederland. En we gaan er gewoon een hit van maken, mensen. Ja, nee, absoluut. Lars gaat inzingen. Ferry gaat inzingen. Wij gaan alcohol meenemen. Ik denk dat we ook maar gelijk een clip moeten gaan schieten als we er toch zijn. Dacht ik wel. Dus dat Kees Kwakman, mag die ook komen? Of mag van mij mag Kees Kwakman komen. Van mij mag een Pascal Kamperman komen. Is ook natuurlijk rondom de KKD altijd lekker bezig. Koert Westerman. Koert is sowieso Koert welkom. Altijd. Is onze vriend. Hansie zou helemaal top zijn. Maar als ze allemaal niet komen, maakt niet uit. Dan gaan wij het lekker doen, heren. Juist. Zo is het. Toch? Juist. Dus wij gaan volgende week opnemen in de Top Notch Studios. Dan gaan we een lekker... gaan we gewoon een hit maken. Ja. Dat is wat we gaan doen. Lars, heb jij al antwoord? Nee, nog niet. Hij weet het nog niet. Weet je wat? Joop, start de muziek maar lekker. We gaan afronden. We gaan gewoon afronden. We zien het vrijdag wel op Twitter. We zien het allemaal wat wel, zegt. Joh. Wat een aansteller, hè, die Lars. Je zat er niet in vandaag. Dat was kut. Ja.
Nee, joh, was hartstikke goed, man. Nou, we hebben een lekker showtje gehad, man. Hey, maar nog even een officiële transfer. Ik zit even te denken. Lars? Zien we nog... Lars? Ja. Niet meer doen. Volgende week. We gaan hem op Twitter delen en we gaan lekker zingen, jongens. Daar gaan we! In de keuken, kampioenenvisie. Ik zweer dat ze dat zijn. Oh, sorry. Keuken, kampioenenvisie. Zieken we gebeuren. Voor kaken, nieuws en fleuren. Wie wil dat niet zien? Het is vermaak voor tien. En de schijt. Heeft het meestal niet gezien. Moeten wij dit ook doen? Ja, nee, het refrein moet je wel doen. Ja, dit moet je doen. Dat moet je doen. De kampioenenvisie. En ook gewoon een beetje tussendoor gaan aanroeren. Mensen, volgende week allemaal luisteren ook. Hè? Volgende week zijn we er weer. En mensen doen natuurlijk mee met die voorspellingen. Jazeker. Ik ga nog even verzinnen welke transfer het gaat worden. Even een quote tweetje of even een replytje naar de tweet. Vrijdagmiddag 4 uur. En doe mee voor die mok. En Bart Bakkers en Melvin Lindeboom. Reageer. Schiet er gewoon op, jongen. Want voor je het weet is die mok van jou. En je bent gewoon laatste. Lekker einde wel. Laatste. Ja, goed einde. Goed gedaan. Goed uiteinde. Maar hij wist niks tegen Niersteen. Ik denk hij komt wel even met een zalf hier. Hij is ook echt zo'n man om zo'n coach te zijn. Hoor. Ik heb heel kalm op het gevoel. Dat is zo. Nee, maar Attenveld was echt...